De start valt. De start is gevallen en aan de buitenkant is La Loon heel snel weg. Aan de binnenkant Never Forget, die de leiding graag afgeeft. En daarachter op plaats 3 gaat inparkeren Nikita Nieuwpoort. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. En daar gaat La Loon in de kleuren van Quattro VOF als eerste naar binnen. Daarachter op plaats 2 ligt Jaap van Rijn met de favoriet Never Forget. Derde plaats daarachter voor de makkelijk dravende Nikita Nieuwpoort. Aan de buitenkant E-Lady Rish, die gaat nu een paard voor zich krijgen. Want voor hem uit gaat Nikita Nieuwpoort naar het tweede spoor. Die gaat ook gelijk weer terug naar binnen. Jeffrey dacht, dat is een leuke move, maar toch ook maar niet. En nu is degene die naar het tweede spoor gaat, Never Forget. Ook die wil weer terug naar binnen. Jeffrey probeert het gaatje heel even dicht te houden, maar toch ook maar weer niet. Dan moet ook een beetje lief zijn voor elkaar onderweg, denken ze daar. En dat komt allemaal mooi uit. 14-6 is de opening. Alle paarden dus weer achter elkaar met af en toe een beweging naar buiten en weer naar binnen. Maar voorlopig verandert er helemaal niets. In de start van het veld gaat nu New Gallen vanaf de laatste plaats als eerste naar het tweede spoor. Die heeft Tesla nog lang niet in het vizier. Tesla zelf kan New Gallen ook nog niet zien. Daarvoor is hij te ver weg. En zo komen de paarden de bocht door. Rechte lijn voor de tribune in. En La Loon leidt. La Loon, nu is er wel wat beweging in het veld. Er gaan meer paarden naar het tweede spoor. Niels Jongjans is ook opgeschoven met Niagara Nieuwpoort. En zo zijn er twee paarden in het tweede spoor onderweg. En de rest aan de relingzijde. Volgende tussentijd komt eraan. En die wordt neergezet door La Loon. En die luidt 1:22.4. Dat is niet overdreven hard. Dan gaat die eerste kilometer in 1:18.5. En zo gaan we de laatste kilometer in. La Loon leidt. La Loon daarachter Never Forget. Aan de buitenkant komt nu druk van Nikita Nieuwpoort. Die wordt wat gedreven door Jeffrey Miras. Die is op weg naar La Loon. Daarachter aan de relingzijde E-Lady Riz. Die heeft nog wel wat over. Buitenkant daarnaast Niagara Nieuwpoort. Dan New Gallen die tegen de top van de jaargang heeft gelopen. En nu in de beginnersklasse staat. En daarachter aan de relingzijde ligt dan nog Indigo Matza. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Proppen gaan eruit. Tesla kijkt zo eens naar Jeffrey Miras van waar ben jij nou mee bezig, joh? Want ze zijn elkaar iedere dag zowat zitten ze op elkaars lip. Nu zijn ze elkaars concurrent in deze koers. 18-3 de tussentijd. En Tesla heeft nog steeds de zaak onder controle met La Loon. Maar de druk wordt wel groter aan de buitenkant van Nikita Nieuwpoort. Nikita Nieuwpoort aan de buitenkant pakt nu zelfs ietsje voorsprong, een neusje. En dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. Maar La Loon komt weer terug. La Loon aan de binnenkant, Nikita Nieuwpoort. Daarachter Never Forget, die blijft bij de binnenkant. Gaat niet naar de buitenkant. Jaap van Rijn gokt op die binnenzijde. En dat is een goede gok, want nu is daar de ruimte. Nu kan hij eruit en dan kan Never Forget de versnelling gaan inzetten. La Loon, gaat hij vandaag terugvechten of gaat Never Forget hem voorbij? Never Forget probeert het wel, maar La Loon, Tesla heeft het gevonden. Doet het gewoon. 13-8 is de laatste 500 meter. La Loon wint. Never Forget is tweede. De derde plaats voor een goede E-Lady Riz. 17 rond voor de winnaar.